Het onderzoek in vier regio's is voltooid. En nu moeten we naar kasteel Hyrule! Oké, Pura die zei dus dat we op kasteel Hyrule moeten. Daar, in de verte. En dat wilde ik ook. Maar toen raakte ik afgeleid en belandde ik dus onder kasteel Hyrule. Maar vandaag ga ik in deze toren klimmen. En dan gaan we kijken wat daar in kasteel Hyrule gebeurt. En terwijl we daar naartoe gaan, kan jij even snel je duimpje omhoog gooien en abonneren. Want op dit kanaal vind je de vetste Nintendo video's. Let's go, Link! Oké, maar moet ik dan gelijk daar naar de top toe? Het is misschien wel goed om zo hoog mogelijk te beginnen en dan langzaamaan naar beneden te gaan. Ik weet alleen niet of ik dat haal. Ik zweef er nu nog steeds niet boven namelijk. Ja, nu wel bijna. We hebben Tule natuurlijk weer bij ons. Oh, daar is ook een tempel. Laten we eerst even die tempel activeren dan. Maar ik weet niet of ik het haal. Het is wel verleidelijk om hier die top van kasteel Hyrule te pakken hoor. Oké, ik ga even een klein stukje zweven. Dat kan ik nu weer door het met Tulin zo. Wee. En dan... Oh, ho, 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 ho. Pak die... Rand. Toplanding dit. Oh, oh, Zelda roept ons. Die zegt, kom bezoeken. Ik wacht. Waiting for you. Haar stem klinkt zo depressief. Ik geloof er helemaal niks van. Oké, ik ben wel gelijk bij een kissie. Bedoel, ja, dat is lekker. 300 roempies. Zo. Daar staat ze. Daar staat Zelda. Ja, ja, ja. Jij staat hier zo stilletjes op mij te wachten. Wat ligt hier? Zo, Sheikah schild. Een supersterke. Oké, laten we die pakken. Want ik weet niet wie of wat hier staat. Oh, daarachter nog een kist. Voordat ik met Zelda ga praten. Ja, sorry, ik heb je heel erg gemist, Zelda. Maar ik denk dat dit even belangrijk is. Oké, Zelda, ik vertrouw het niet, hè. Kijk, dat was helemaal niet Zelda, jongen. Waarom sta je opeens daar? Waarom heb jij opeens teleportatiekrachten? Oké dan, oké. Zie, ik zei het toch dat het niet Zelda was? Potverdorie. Niet liegen tegen mij, jongen. Ze doen wel tegen mij te liegen de hele tijd. Hotseflats. Oké, we gaan prima. Maar ik ben echt bang dat als ik één keer... Ja, dat bedoel ik. Ik word één keer geraakt. Ik moet echt nog veel sterker worden eigenlijk. Als ik geraakt word, dan ben ik gelijk de Sjaak. Ik kan helemaal niks. Ik ben zo zwak. Oké, pak hem. Oh, hij heeft een schildje. Potverdorie. Oké, kom. Yunobo, hier. Kom eens. Oh, luister eens naar mij. Verdorie. Yunobo, waarom kan ik jouw krachten niet lenen? Zo, hoppakee. Zie je, dan kunnen we ze allemaal gewoon bam, kapot klampen. Oké, we hebben nu een krachtje van Sidon. Huh? Hartstikke idee. Ook lekker. Oké, waar ben je? Waar is Riju? Riju? Je staat er in de hoek. Oké, nou, kracht van Tulin, dat helpt mij niet echt, denk ik. Ik vind het jammer dat die vijanden niet gewoon weggeblazen worden dan. Oké, de kracht weer van Sidon. En dan zo, hoppakee, lekker. Die was goed. Die was top. Zo, wat laten ze allemaal achter hier trouwens? Hé, ga ze even niet heet aan mij achtervolgen, jongen. Oké, dan heb ik deze electro-choo-choo geleidjes nodig. Oké, lekker. Top. Komt helemaal goed. Zo, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Hier, komt-ie. Bam! Lekker! Pak hem! Heel nice! Nou, waarom zou Zelda hier ons instoppen? In dit geweld, hè? Dat doet Zelda niet. We hebben een zwarte Bokoblin blaashoorn. Oeh, Zelda. Waar ben je nou naartoe gegaan? Blijkbaar is ze deze kant op. Oh, dit is de bibliotheek. Ja, de bibliotheek. Oké. Daar staat ze weer. Daar. In de verte. Onze fraude Zelda. Misschien als ik een foto maak. Dat de foto dan zegt wie het is of wat het is. Nee, hè? Nee, dat doe je niet. Kijk, zie je? Oh my god. Deze is nog groter. Wat als ik een koelzwam erop gooi? Oh my god. Zo, die is heftig, dat beest. Dat beest is intens. Oké, maar hij vindt het niet leuk als we wat in zijn ogen schieten. Dat is duidelijk. Oké, rennen. Weg. Oké, komt er nog één, hè? Hier. Ik heb nog een koelzwam. Oh, ik heb geen koelzwam voor je. Kom op, Yunobo. Pak hem. Oh, we moeten nu echt gaan rennen. Wat? Ik ga naar boven. Zoek het maar lekker uit. Doei. Later. Ik ga vanaf hier, ja? Kan ik ook dit soort voorwerpen bijvoorbeeld aan mijn pijl doen? Een Bokoblin-tand? Doet dat dan meer pijn? Ja, dat doet wel aardig pijn. Vindt hij helemaal niet leuk, hè? Nee, dat vind je helemaal niet leuk, vriend. Hutse fluts. Oké, en rennen. En weg.
Nice. Oké, het gaat best wel soepel. Ondertussen slopen zij die gelei daar zo. Kan ook vuurgelei eraan doen. Ah, dit gaat wel lekker. Bokoblin tandje erbovenop. Kijk maar naar mij. Ik ben hier, vriend. Oké, ik moet wel raak schieten. Dan moet deze raak. Die gaat ook niet raak. Oké, we gaan weer naar boven. Doei. Hey, jij wil dingen... Oh, naar mij gooien. Daar is miasma. Dat had ik even niet gezien. Oh my gosh, hij gooit zelfs met van die gekke tonnen. Oké, probeer maar nog een keer. Kom eens met je oog. Wat ze flats. Lekker. Lekker. En doorslaan. En dan is het klaar. Wat ziek idee. Zo, volgens mij had hij knijteveel wapens bij zich. Doei. Kijk wat hij allemaal heeft. Superveel. Zwarte Hinoxhoorn. Oh, this is the good stuff. Dit is echt goed spul. Een Hinox hart. Die moeten we gebruiken inderdaad voor een drankje. Zo. Ik heb nog wat slechte bogen hier zo te zien. Die kan ik wel eventjes hier neerleggen. Want ik heb ook een veel betere boog. Jemig. Wat een spul allemaal, joh. Oké, we hebben in de bibliotheek in ieder geval iedereen gesloopt. Dat is top. Dan gaan we nu door. Eens even kijken waar we nu naartoe moeten, hoor. Zelda, die is natuurlijk weer verdwenen. Die wil we dat we ergens anders naartoe gaan. -3 op de trap aan de andere kant. Daar moeten we nu naartoe. Hier kunnen we niet echt in. Maar gaat er daar dan nog een trap verder naar beneden? Of kunnen wij hier een boekenkast schuiven? Ja. Geheime gang. De studeerkamer van de koning. Ja, dan wist ik dat hier ergens nog zou moeten zitten allemaal. Hey, de lijfwachtlaarzen. Nieuw kledingstukje gevonden. Oh, dus er moeten nog meer van dat soort dingen hier ook zijn. We kunnen stukjes outfit vinden hier. Oké. Kijk, deze kan ook nog weg en dan deze deur kan ook nog open. Het is geen eens een deur, het is inderdaad een boekenkast. Maar hier is alles helemaal fout gegaan, hè. Zijn er nog meer van dat soort plekjes? Ja, zeker wel. Allemaal geheime boekenkastplekken, joh. Hier is ook nog... Oké, laten we kijken wat hier is. Tweehandig ridderzwaardje en een kissie. Dus even kijken of we al die geheimen gaan vinden. Wow, Dindraals drakensteen. Een onvoorstelbare steen die gedolven is op de rug van Dindraal. Dat is een van die draken die in de lucht vliegt. Als je namelijk aan een wapen hecht, kan je allerlei dingen mee breken en tegelijkertijd vlammen creëren. Dus dat willen ze dat we dan in combinatie met dit wapen gebruiken, hè? Maar ja, ik weet het niet zo goed, hoor. Ik vind het een beetje zonde om dat nu eraan te hechten, eigenlijk. Oké, dat was het zo te zien qua geheime gangen hier. Ja, hier kwamen we binnen. En er is geen verdere... Oké, daar was Zelda. Oké, ik schrok me kapot, jongen. Ik dacht, wat gebeurt daar nou? Oh, wacht. Dit moet met Riju natuurlijk. Riju, waar ben je? We hebben de elektrische powers nodig. Of de elektrische choo-choo geleidjes. Misschien kan dat ook wel. Vangen, Gibdo. Wat ze vlots. Doei. Oké, Riju. Kom hier met je kracht. Dan kunnen we ze alle drie tegelijk pakken. Hier. Wat ziek idee. Lekker. Zo doen we dat. Soepel. Hey Zelda, nou kappen met die onzin, hè? Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? Ik vind het nou niet leuk meer, hè? Je bent nou op -1. Moet je nou weer ergens anders gaan lopen te zoeken? Ja, daar is ze weer. Depri Zelda. Ik denk dat ik wel even wat ga eten van tevoren. Zo, lekker allemaal appels. Oké, heb ik een goed wapen vast? Pak deze. Oké, daar gaan we. Dit is Zelda's slaapkamer. Gaan we nou echt in Zelda's slaapkamer vechten? Zelda. Ja hoor. Verdorie. Oh, jongens. Doe eens even rustig met dat vuur, joh. Dit gaat helemaal fout. Iemand, kom mij even helpen. Ik ga hier naartoe, hè. Ik ga de andere kamer in. Pak hem. Wat? Lekker. Oké, Riju, help. Iemand, help. Riju, oké, als jij me helpt, prima. Dan gaan we nu even mijn pijltje schieten, ja? Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Oké. Zijn ze weg? Bijna? Is er nog één? Lekker Sidon. Wat is die flats? Dikke doei. Dat is wel vet, man. Deze muziek er ook bij. Het is echt één groot episch feest, dit. Dit is echt een feestje om dit te mogen spelen. Echt, wat een geweldige game. Echt fantastisch. En nu is ze hier weer weg, hè? Chica Grootzwaard, 32 power. Ja, die wil ik wel hebben. Die gaan we dan ook eens even upgraden met iets heel goeds. Even kijken wat we allemaal voor mooi spul hebben. Deze zwarte Horoblinhoorn is volgens mij echt heel nice. De Chica Grootzwaard. En dan bam! 54 power. Kijk, dit is lekker. Dat zijn de wapens waar je het voor doet. Ik vecht wel liever met wat snelle wapentjes. Maar goed, hey, de andere wapens ook fijn om erbij te hebben. Hier ligt nog een boogie. Blijkbaar ook een hele goede boog. De Chica boog. 50 power. Ja. Kijk, dat zijn de wapens die we willen hebben. Zelda is nu weer op -3. Jongens. Ja, daar staat ze weer. Nou, welke vijanden heb je nu voor me, Zelda? Of Neppert.
Oh, er staat er in één eentje achter me. Wauw. Ik neem nu versterking mee. Ik neem nu de kracht van Sidon aan. Voor degene die hier in mijn rug komt. Pak hem, Yunobi. Lekker bezig. We gaan hem slopen. Ik was weer te gierig. Nu ben ik er klaar mee, vriend. Nu ga je maar lekker naar beneden in je eentje. En dan ga ik je gewoon zo aanpakken met de elektriciteitskracht en zo. Ja, daar sta je dan, hè? Dan kan je wel stoer doen tegen mij, maar elke keer in één klap slopen. Maar nu sta je daar en kan je niks meer. Ja, je weet zelfs niet meer waar we zijn. Noep, hier ben ik. Ik ben er klaar mee. Doei. Deze heb ik nog nooit gezien, blijkbaar. Een zilveren Moblin. Zijn dit dan de sterkste of zouden de zwarte de sterkste zijn? De zilveren of de zwarte Moblins? Ik vond deze wel sick in ieder geval. Oké, wat? Zoveel van deze? Oké, dit wordt wel een vervelend ding. We moeten deze nu allemaal zien te ontwijken. En dan zo. En dan terwijl we gaan slaan, moeten we ook die andere denk ik ontwijken. Nog één klap. Top. Oké. En rennen. Super. Dat is één. Oh, nice. Die andere is ook down. Lekker gedaan, Tulintje. Doe je goed. Ja, we moeten toch al deze dingen even kapot maken. Zonder van mijn wapens. Maar ja, hè? We hebben geen keus. Oké. Elektriciteitsbollen. En dan het hart. En dan slaan. Easy. Yes! Nog één klappie. Hatse flats. Oh, wat gebeurt er? Het beeld staat stil. Wat gebeurt er? Is er nu iets bijzonders gebeurd? Waren dit de monsterhordes? Ja. Link, ik wacht. Ja, Amahoula. Je wacht op mij. Ik vertrouw je niet, hè, Zelda. Voor geen meter. Ik bedoel, je hebt 8 keer vijanden op mij afgestuurd. Ik kan me nog meer wijs maken. Maar vooruit. Oké. Nog 1 keer dan. Nu ben je op de begane grond in de hal. Waar we inderdaad in het begin waren. Hier ook gewoon een random korok dingetje. Wat is dit nou allemaal, joh? Ja, dan moet ik die schieten. Oké. Gigantische afleidingsmanoeuvre. Maar wat doe jij hier, jongen? Hier helemaal boven. Je moet hier niet zijn. Het is hier super gevaarlijk, vriend. We zwemmen omhoog. En dan zijn we er denk ik bijna. Sterker nog, volgens mij zijn we er. Zelda wil ons hier hebben. In de troonzaal. Daar staat ze al te wachten met de rug naar me toe. Hallo, hoe is het ermee? Wat doe je? Waarom los je weer op in stukjes? Eindelijk. Ik heb op je gewacht. Maar ze heeft wel die traan hier. Maar ze wil iets laten zien aan mij. Wat gebeurt er? Oh, je maakt alles weer mooi. Dit is hoe het was vroeger. Dit is hoe het kasteel hoort te zijn. Inderdaad. Wat ik denk? Nou ja, prachtig kasteeltje zo. Inderdaad, perfect. Schitterend, ja. Maar waarom sta je ineens weer achter mij? Herinneringen aan onze tijd. Of ik die heb. Oeh, de stem verandert een beetje. Deze plek. Wow! No way! Zo, dit is vet gedaan. Wow. Ja, ik ben goed bezig, hè? Ik ben goed bezig. Interessant. Hoe komt het dat je mijn aanval hebt overleefd? Het zal door die ellendige arm komen. Dat klopt, dat heb je goed gezien. Wajo. Heb je van mijn marionet genoten? Nou, ik had het al lang door. Ik had het al lang door, hè? Dat het niet de echte Zelda was, inderdaad. Oké, wat ga je doen? Oh, je komt nu gewoon met mij vechten. Maar dit is niet Ganondorf's true form. Maak een eind aan het leven van deze held, duister dienaar. Vernietig hem. Nee, zie je? Dit is ook weer een dienaar. Fantoom Ganon. Zie je? De neppe Ganon. De geest van de demonenkoning. We gaan vechten tegen een geest. Misschien goed om sowieso eerst eventjes Sidon's kracht te pakken. Dan zijn we in ieder geval beschermd. Oké, ja, daarvoor inderdaad. Yo, het zijn er dus meer. Hoe moet ik nu weten wat de echte is? Heeft hij een bepaald kenmerk? Of als hij in het licht staat misschien? Want dat was
Dat, of zijn ze allemaal echt? Kan dat ook? Ze zijn allemaal echt! Oké, ik ga wat elektrogelei gebruiken als ik op ze schiet. Kijk, dan ontploffen de meerdere namelijk. Of dan doe ik in ieder geval iets meer damage op meerdere fantomen tegelijk. Dat is lekker. Oh, ik mis nu wel een schot. Misschien helpt het vuurding ook. Ja, die helpt ook. Die doet het ook goed. Lekker. Wat gebeurt er? Er komt er eentje op me af. Oké, ik zou het heel fijn vinden als jullie lekker dicht bij elkaar gaan staan trouwens. Dat zou echt top zijn. Dan kan ik namelijk tegelijk meerdere van jullie raken. Jullie hebben daar geen zin in, hè? Ik pak dan de verste, want die is bijna kapot. Lekker, nice. Nice. Mijn Chica-boog is wel beschadigd. Yo, wat kom je doen? Oké, Riju? Wij gaan even wat doen. Wow, ik heb de demonenkoningboog, maar die kan ik niet oppakken. En een miasma-zwaard. Miasma-zwaard kan ik wel oppakken. Die is nice. Oké, let's go. Bam, die was lekker. Maar het miasma-zwaard, die selecteren we gelijk even. Voor als ik zonder boog ga vechten. Misschien helpt het ijsding ook. Wat gebeurt er? Ik ben geraakt. Terwijl ik dat ding vast had. Yo. Ja, hij sloeg mij gewoon net op tijd, hè? Oh, kijk, daar komt hij. Oh, hij staat ook gelijk achter me. Jij nare geest. Kom hier. In je oog, vriend. Dikke doei. Mazzel, zeggen we dan. Link. Heel irritant als ze steeds achter me aankomen. Oh, mijn boog is ook kapot nu. Dan moet ik even een nieuwe boog pakken. Oké, die ontweken we goed. Nu is de beurt aan ons. Lekker. Doe mij, blijf maar op me afkomen. Hou op. Oké, is goed. Je wil het zo spelen. Dus ik mag je één keer raken en dan kom je op me af. Dan ga ik gewoon wegrennen. Dan gaan we het gewoon zo doen. Als jij dit spelletje wil spelen, ik speel dit spelletje beter, vriend. Hoppakee. Komt-ie weer. Oké, cool. You know, Bo? Pak hem. Dat doet niet zo heel veel pijn. Zijden, dan doen wij het. Hatse flats. Lekker. Maar je zag het, hè? Het is pas de helft. Er komt er nog één. Ik bedoel, er komen er nog 5. Ik had wel even wat meer pijlen kunnen gebruiken. Oké, dit is niet chill. Het wordt nu ook overal smerig. Oh, we kunnen niet bij hem in de buurt komen. Dat is het hele ding. Dit is heel naar. Hoe ga ik dit oplossen? Ik kan hier ook niet weg. Is het de bedoeling dat we nu kapot gaan of zo? Want dit kan niet. Ik heb niet iets waar... Wat gebeurt er? Ik wil hier weg. Laat me eruit. Ik kan nog hier naar boven misschien. Had ik daar naar boven moeten gaan? Ik werd net tegengehouden. Wat is dit nou? Ik moet ontsnappen, hè? Ja, potverdorie, daar zijn ze weer. Moet ik nou wegrennen of moet ik ze gewoon heel snel verslaan? Dat laatste kan natuurlijk ook. Sowieso heb ik hier een sterk zwaard. Wat ze vlot. Oké. Ja, maar dit kan toch helemaal niet? Oké, misschien zo wel als ik heel snel ben, zeg maar. Dan heb ik hier in ieder geval 1 kapot. En misschien moet ik mijn aanvalskracht verhogen. Oké, dat is er 1. Dan zie je, staan ze hier nu weer met z'n 2. Oh, dan beginnen ze opnieuw. Oké. Top, duidelijk. Dan weet ik dat. Ja. Ik moet op zich wel afweren. Dat zou op zich wel handig zijn. Ik probeer weg te springen. Maar deze heeft een beetje een vreemde timing, moet ik eerlijk toegeven. Oké, dat is 2. Cool. Die brengt trouwens ook geen miasma of zo. Oh, ga je nou schoppen? Come on. Geef me je kracht. Oh, dit ging helemaal fout. Oh, maar dit is denk ik wel hoe het moet. Kijk. En dan snel. Pap. Ja, dit is een goed wapentje, hoor. Dit is een topwapentje. Dit is een superwapentje. Kijk, ze zijn weer terug allemaal. Ja, lekker. Oké, cool. Ik heb afgeweerd. Oké, nu focus. Nu focus, want dit is de laatste. Ik heb even gewoon mijn schild voor. Ik wil ook jouw schild. En dan gaan we het nu samen doen. Met z'n allen. Oh, mijn wapen is kapot. No! Oké, mijn tweede goede wapen. Deze, want deze was best snel. Deze kan best wel tik uitdelen. Of, ik ga gewoon natuurlijk een boog gebruiken. Oh, we moeten ze gewoon heel snel pakken allemaal. Heel snel pakken. Lekker. Dit gaat goed. Ik denk dat ik hem nog 1 keer goed moet raken. Of misschien nog 2 keer schieten. Ja! Scroll your cannon, fantoom. Hoppakee. Oh, we moesten gewoon keihard erheen rennen en lopen en iedereen slopen. En op een gegeven moment ging dat de fantoom miasma shizzle ging weer weg. Lekker voor je. Je bent dus meer dan een gereedschap voor de kracht die Raudu je heeft geschonken. Maar niet veel meer. Yo, doe even om... Oké, ja, je bent weg, hè? Je bent verslagen. Je bent soort van verslagen. Oh, daar gaan... Iedereen helpt. Lekker hoor.
Oh, dit is het nieuwe team. Dit is het nieuwe champion team. Heel vet. Oké. De dragers van de geheime stenen. Ja, jongen. We zijn voorbereid met z'n allen. Wat denk jij? Wat is dat voor iets? Ja. Je herkent me niet. Misschien is er een limiet aan de kennis die de stenen geven. Oh, wel vet. Ja, nee, de stenen zijn doorgegeven, vriendelijke vriend. Jij bent Ganondorf. De dwaze daden van jullie voorouders hebben mijn opkomst slechts uitgesteld. Nou ja, dat is al één punt. Dan kunnen we je nu verslaan. Ik zal het je tonen. Dit is wel een hele sikke Ganondorf, hoor. Hij laat nu gewoon even zien wat het wordt. Oh, kijk, daar is hij. Ja, dit is de Ganondorf hoe we hem kennen. Oh my gosh. Ja, dit is niet een hele leuke wereld. En misschien vindt hij dit een leuke wereld. Maar ik vind hier niet zoveel aan. Jemig. 100.000 van de Hinoxen. Ja, dit is hoe jij wil dat het wordt, Ganondorf. Maar dit is niet hoe het wordt. Daar gaan wij een stokje voor steken. Waarom wil je altijd dit koninkrijk vernietigen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ja, dit is wat hij wil, maar dit is niet wat gaat gebeuren. We gaan hem stoppen, don't worry. Maak je geen zorgen. Oh, je hebt nog meer te vertellen? Oh, omdat jij dat zegt? Mijn kracht zal dit land overweldigen? Omdat jij dat zegt? Op jullie einde hoeven jullie enkel te wachten. Nogmaals, omdat jij dat zegt? Wij hebben je net soort van je geest verslagen. Wie denk je wel niet dat je bent, vriend? Doei, later. Zo, hoppakee. Goed gedaan, jongens. Dat was zijn fantoom. Ja, Sidon. Inderdaad. Zijn terugkeer brengt iedereen in gevaar. Kijk, Riju. Die heeft de pep talk, hè? Kijk, zie je? Zij snapt het. Waarom vlucht hij? In plaats van dat hij ons afmaakt. Hij is niet zo sterk als hij denkt. Inderdaad, Riju. Ja, ik ben fan van Riju. Dit is echt een van de coolste wel. Tulin is ook vet. Ja, Yunobo ook. Ja, ze zijn allemaal leuk. Maar Riju is mijn favoriet. Duidelijk. Hoppakee. Nog een extra hartje. Die kunnen we goed gebruiken. We moeten ook echt weer eventjes allemaal nieuwe maaltijden gaan maken. Jeetje, wat een wapens ook allemaal. Oh, maar deze miasma, zwaarden en speren. Ja, daardoor kreeg ik net... Daar gingen de hartjes van mij vanaf. Dus misschien zijn die toch niet zo heel nice eigenlijk. Metalen miasma kneupel, die is wel echt heel sterk. Maar ja, zijn fantoompie is verslagen. Dus nu kunnen we rustig terug daar naar het uitkijkdorp om te vertellen wat er gebeurd is. Dat doen we in de volgende video. En deze serie is nog lang niet klaar. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Ah, dit was wel vet.